Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 22 november. De intocht van Sinterklaas. Bezorgdheid over programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Indiase markt bij Dagcentrum De Werf. Concordia Roulette Concert en Vrienden van Boston Live. Houden we van blije klanten. Daarom kun je sparen voor het gratis boodschappenpakket ter waarde van 50 euro. Daar zit van alles in voor iedereen. Beste wafel. Die is voor mij. Nee. Doe niet zo flauw, joh. Nu bij Plus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws. DBC Nieuws is een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Sinterklaas heeft de storm op zee doorstaan en zette zondag gezond en wel voet op Bokselse bodem. Het is vandaag 19 november, het is weer zover. Sinterklaas komt weer in Boksel. Gisteren aangekomen in Dokkum en vandaag hier. Het is al behoorlijk druk, Zwarte Piet. Hoe gaat het? Ja, supergoed. Zoveel kinderen hier die komen kijken vandaag. Het is echt geweldig. En wat hoop je te gaan krijgen met Sinterklaas? Een raceauto. Wil jij liever iets anders? Prinsessen. Je bent zelf een prinsesje, hè? Alles perfect onder controle. Met dit prachtige weer verwachten wij de Sint binnen nu en een kwartiertje. Wie komt er hier? Sinterklaas. En ben je benieuwd wanneer dat die komt? Ja. Ja, ik heb heel veel dingen op mijn verlanglijst gezet, maar ik weet niet meer precies wat. Nou, cadeautjes krijgen we. Toen u klein was, hoe was dat voor u? Ja, spannend. Je staat 's morgens op en je weet dat de Sint komt. Ja, dan beginnen de zenuwen al op te steken. Dat is voor ieder kind gewoon geweldig. 3, 2, 1. Ik zie Gims, komt de stomen uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe het komt zijn. En de Pieten die vinden het ook fantastisch. Die genieten ook. Die hebben er weer lol in dat Sinterklaas in Boksel komt. Of dat het gaat lukken. Ja, dit gaat goed. Prima. Hij is veilig aan wal. Waar hebt u toch al die kinderen vandaan? Ja, het is geweldig. Ze zijn allemaal gekomen voor u. Och, ze staan och, al wat van vanmorgen af te popelen hier langs de kant. Nou. Ze wisten dat u zou komen, dus ik vind ze het zijn wel. Zo blij. Zullen we ze allemaal meenemen naar de markt? Ja, ik denk het wel. Nou, dat lijkt me het leukste. Ja, natuurlijk. Nee, dat wat mag. Fijn dat u er weer bent. Ja, moet je kijken. Zijn dit allemaal kinderen uit Boksel? Dit zijn bijna allemaal kinderen uit Boksel. Hoe krijgen ze het toch voor elkaar? Maar waar ze vandaan komen is dat niet belangrijk. Nee, het zijn allemaal lieve kinderen. En hebben jullie allemaal je schoen gezet? Oh, dan is het goed. Hoe is de reis gegaan? Heel goed, een beetje stormachtig. En het weer was nou niet zo best. Maar ik ben blij dat ik weer hier ben. En met al deze kinderen komt het allemaal weer goed. Nou, ik vind het fijn dat u er weer bent. U hebt op stapelen, gaat u slapen? Ja, we gaan op stapelen slapen. Ik heb het bed al geroken. Want de raam stond een beetje open. Dan ruik je alle pepernoten en zo. Dan is het helemaal goed. Na zijn bezoek aan Boksel vertrok de Sint meteen per koets naar Liemt. Waar de intocht dit jaar voor het eerst niet buiten, maar binnen gevierd werd. De Goedheiligman maakte zijn opwachting in de dorpskerk. Fanfare Concordia zorgde voor een muzikale aankomst bij de kerk. Welkom Sinterklaas, we zijn blij dat u hier bent. Ik vind het geweldig dat u hier bent en ik hoop dat u een goede reis gehad heeft, want het was toch dit jaar helemaal vanuit Dokkum. Oh, die goochelpiet, kijk eens. Ook Zangpietje was een groot succes. Ze kreeg de hele kerk aan het dansen. Oh,
Het was een prachtig feest in Liende. Dagcentrum De Werf in Bokstel was zaterdag gehuld in Oosterse sferen. Medewerkers en begeleiders organiseerden een Indiase markt, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan een kindertehuis voor verstandelijk beperkte kinderen in Nirmal, Zuid-India. In februari 2018 reist Angelique Zomer, die als fysiotherapeute verbonden is aan De Werf, naar India om haar vakkennis en ervaring te delen met de therapeut van het kindertehuis in Nirmal. De opbrengst van de markt wil Angelique ter plaatse gaan besteden aan les- en speelmateriaal voor de kinderen. Donderdagavond vond in restaurant Molenwijk een informatieavond plaats over programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Op het traject tussen Meteren en Bokstel gaan meer personen- en goederentreinen rijden. Omwonenden langs het spoor en overige belangstellenden werden deze avond geïnformeerd over de gevolgen van het extra treinverkeer op het gebied van geluid, trilling en vervoer van gevaarlijke stoffen. Tevens werden de uitkomsten gepresenteerd van de onderzoeken in het kader van geluidssanering en werd ingegaan op mogelijke maatregelen om geluidshinder tegen te gaan. We hebben als ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze informatieavond georganiseerd om bewoners van Bokstel en S te vertellen over het tracébesluit Meteren en Bokstel wat genomen gaat worden. En om hen nu al informatie te geven zodat ze zich kunnen gaan voorbereiden op het moment dat ze begin volgend jaar in maart hun zienswijze eventueel kunnen indienen op de plannen die er zijn. Wij hebben onderzoek gedaan naar de geluid en de berekeningen gemaakt wat de geluidstoename is. En wat we daarin constateren is dat de geluidstoename van al die extra treinen, in eerste instantie reizigerstreinen, maar uiteindelijk ook goederentreinen, dat die vallen binnen wat we noemen de wettelijke kaders die daarvoor zijn. PAS Infoavond, we hebben het gehad over veiligheid, geluid en trillingen. Heeft het verhaal jou daarover overtuigd, Kees? Nee, het verhaal heeft me helemaal niet overtuigd. Er wordt informatie gegeven en op die informatie kun je vragen stellen. Maar over de werkelijke inhoud is hier natuurlijk niemand het eens. Waar het in essentie op neerkomt is, er komt meer geluid, er komen meer trillingen en er komen uiteindelijk een enkele maatregel om te voorkomen dat een theoretisch geluidsproductieplafond wordt overschreden. Er worden wel geluidsmaatregelen genomen, maar dat is omdat er op een aantal plaatsen in Bokstel, langs het spoor, al meer dan 7 jaar de geluidsnormen worden overschreden. En daar wordt nu eindelijk iets aan gedaan. Maar ze gaan helemaal niets doen aan het feit dat we van 150 naar 300 treinen gaan. Of dat we personentreinen. En er wordt helemaal niets gedaan aan het feit dat we van 50 naar 100 goederentreinen gaan. Dat beschouwt men gewoon als, nou, dat past allemaal nog uit binnen de norm. Dus er is helemaal niks aan de hand. Ik spreek heel regelmatig bewoners die langs het spoor wonen. En ik leef ook echt mee met de overlast die dan ervaren wordt. Maar wat wij niet anders kunnen doen dan uitvoeren wat het ministerie aan ons daarin opdraagt. Ja, wat ook veel geluid maakt is een fanfare. En in Liemt klinkt dit erg mooi zelfs. Ter ere van maar liefst 5 jubilarissen gaf fanfare Concordia zaterdagavond een concert in zaal De Serenade. Harry van Beers en Rianne van Aalen vierden dat zij 40 jaar muziek maken. Corrie van Alphen herdacht haar zilveren jubileum en Manon van Rurenmonde en Janneke van Houtem zijn 12,5 jaar lid van het muziekkorps. Reden voor een bruisend concert dus. Na de huldiging van de jubilarissen kon het publiek genieten van een concert waarbij verschillende werken met een link naar het casino ten gehoor werden gebracht. Hij bleef die avond dan ook nog lang gezellig in het pittoreske Liemt. In podium Bokstel was het zaterdagavond ook enorm gezellig. Hier vond het benefietconcert Vrienden van Bokstel live plaats. Lions Club Dommel en A organiseerde dit blues- en rockconcert om extra geld te genereren voor een aantal goede doelen die deze serviceclub dit jaar op haar agenda heeft staan. Voedseltuin Bokstel en Buurtsport Bokstel verdelen samen €10.000. De artiesten van Back in Business, Wildman Blues Band, Dance and Friends, Rinka van Sundert en Dennis Wells, de Swanee Bridge Jazz Band, Van Bakkes en de band van vanavond traden belangeloos op voor het goede doel. Hide me please in Peter now, keep me from the fire, walk me into heaven, let me hear the choir.
Deze derde editie van Vrienden van Boxtel Live was wederom een groot succes. Dit was DWC Nieuws van deze week. Dank voor het kijken en graag tot volgende week.